Thomas Verheid, 2-1 overwinning in de eerste wedstrijd tegen FC Eindhoven. Biedt deze perspectief? Ja, tuurlijk. Eerste helft zeker. Speelde heel goed, denk ik. Ik kwam 2-0 voor. In de rust hebben we wel tegen elkaar gezegd dat we voor de 3-0 wilden gaan. Ja, dat ging niet helemaal. En dan is het jammer dat je nog die 2-1 tegen krijgt. Ja, want die kwam uit de strafschop. Heb je dat strafschopmoment nog teruggezien? Of? Nee, nog niet. Eerste instantie dacht ik dat er weinig aan de hand was. Maar als de VAR hem goedkeurt, dan valt er weinig te zeggen. Nee, je scoort wel en je geeft ook een assist in je eerste wedstrijd sinds je blessure. Hoe is dat dan voor jou? Nou ja, dat is lekker. Natuurlijk, als spits wil je altijd goals maken of assisten geven. Dus nee, dat is prima. Maar ja, tweede helft weinig gecreëerd. Daar moeten we wel even naar kijken. Ja, want wat ging er dan in de tweede helft fout, wat in de eerste helft wel goed ging? Nou, ik weet niet of er echt iets fout ging, maar zij gingen ook iets anders doen. Iets opportunistischer. Ze zijn normaal meer gesloten met 5 man achterop. Af en toe schakelden zij naar 4 achterop. En ja, daar hadden we een beetje moeite mee. Vertel eens over die kopbal, want ik heb nog nooit zo'n kanonskogel gezien van iemand die kopt. Ja, nou ja, dit trainen we vaak. Jullie weten, ik heb vaker zo gescoord, zeg maar, van die kant. Maar ja, ik stond wat verder van de goal af, dus ik moest hem echt slaan. En ja, hij valt wel heel mooi binnen, ja. En Kemper geeft hem weer heel lekker, hè? Jullie hebben gewoon een goede klik, volgens mij. Ja, ja, 100%. Dus dat is ook onze kracht een beetje. En er zijn aardig wat goals uitgekomen dit jaar. En mooi dat het vandaag ook was. Ja, dan van zaterdag is de return. Hoe voel je daarbij? Ben je ook weer fit om te spelen? Hoe is het vandaag gegaan eigenlijk? Nee, goed. Kijk, ik heb het hele jaar gespeeld. Dus ik heb nu even 2 weken heb ik geen wedstrijd gespeeld. Maar de conditie is prima. Het was alleen even de vraag hoe mijn rug het zou houden. Want ik heb maar 1,5 training meegedaan. Maar dat ging goed. Dus ik verwacht geen problemen zaterdag. Dus zaterdag weer volle bak tegenaan? Ja. En normaal gesproken maken wij wel een goaltje. Dus ik heb er gewoon volle vertrouwen in.